Hey jij, ik ben Kim en super leuk dat je kijkt naar deze allereerste video in 2023. Maar eigenlijk gaat deze video nog over 2022, want wanneer ik dit opneem is het 30 december. En dit is de video waarbij ik terugblik op mijn jaar. Dit was namelijk mijn 2022. Mijn jaar begon eigenlijk best wel goed. Als in van, nou ja, weet je, er waren best wel veel dingen gebeurd in 2021. Ik wilde gewoon even volledig mijn mind kleren, om het zo te zeggen. Mijn mind daaruit halen. En ik begon eigenlijk met mijn kamerverbouwing. Dat is echt al bijna weer een jaar geleden. Dat is echt besef moment van hier tot Tokio. Ik wilde gewoon een keer iets anders. Ik wilde, ja, mijn bureau eruit hebben, want ik zit daar echt nooit aan. Dus eigenlijk een beetje overbodige ruimte wat je dan inneemt. Maar ja, heb ik er niet heel erg veel van gefilmd. Was eigenlijk wel mijn bedoeling. Is helaas niet meer gebeurd. Mocht je mijn roomtour willen zien, klik ergens op mijn kanaal of weet ik veel waar allemaal. Er is een video over gemaakt. Dan een paar dagen later kwam Bas met een appje om echt 22:00 PM. En die vroeg van, yo Kim, wat doe je morgen? En ik dacht van, nou ja, niks, want ik heb nog helemaal niks op de planning staan eigenlijk. En die zei van, yo, zullen we naar Disneyland gaan? En nou, ik twijfelde oprecht geen moment. We hebben gelijk tickets gehaald. En zoals ik net al zei, het was 22:00 PM. Ik moest bij hem zijn rond 3:00 PM. Dus ik heb echt een super korte nacht gehad. We zijn met de auto erheen gegaan. Mocht je trouwens de hele video van Disneyland willen zien, die staat ook op mijn kanaal. En waarschijnlijk ga ik dat heel vaak deze video zeggen, want ik leg eigenlijk de leukste dingen die ik zo meteen ook ga vertellen, leg ik vast en daar is een video over gemaakt. Toen in februari kwam Zikki Krassenberg. Zikki, die kennen jullie vast allemaal wel. Die heeft meegedaan met K2 zo K3, heeft meegedaan met de Idols, heeft meegedaan met The Voice, ga zo maar door. Ik kende Zikki al eigenlijk voordat hij meedeed met K2 zo K3. Een klein beetje, maar dat is natuurlijk een beetje uitgelopen. En hij vroeg mij van, hey Kim, wil jij in mijn nieuwste clip spelen? Nieuwste clip dansen. En ik was gewoon, wat? Weet je wel, dat kwam voor mij echt van, wow, dat is echt gewoon een droom voor mij, weet je wel, om in clips te spelen, om op het podium te staan, dat soort dingen. We gingen toen zijn clip van Suikerspin opnemen, samen met Celester. Luca was daar ook bij, ook van K2 Zoeka 3. En ja, dat was echt een super mooie dag. Heel veel mensen leren kennen, waar ik ook nog de dag van vandaag nog steeds contact mee heb. Toen had ik mijn allereerste wedstrijd van het seizoen. Dat was ook een van de eerste wedstrijden bij mijn nieuwe dansschool. Ik zat er natuurlijk al wel ongeveer 3 jaar, maar ik heb oprecht 1 wedstrijd gedaan voor corona. En daarna hebben we helemaal geen wedstrijden meer gedaan. Dus het was eigenlijk officieel gezien wel de eerste wedstrijd voor mij. En toen zijn we gelijk 2e geworden. Dus dat was echt topavontuur. Is ook weer een video over gemaakt. Dus mocht je die ook willen zien, klik even ergens op mijn kanaal. Ook dit jaar, ik heb ook de afgelopen paar maanden heb ik een paar wedstrijden meegedaan. En die, nou, leg ik ook allemaal vast. Ja, wedstrijden doen was echt wel een van de, is sowieso een van de leukste dingen die ik afgelopen jaar heb gedaan. Maar daar kom ik later meer op terug. Had ik een wedstrijd. Alweer. I know, alweer. En ik voelde me al niet zo lekker. Nou, toen ik thuis kwam, toen was het al helemaal boeien met de buren, om het zo te zeggen. En toen dacht ik van, heb ik geen corona, weet je wel. Toen heerste het ook nog heel erg. Toen ik terugkwam, toen had ik me getest en gewoon gelijk positief. Toen dacht ik wel echt van, oh shit, weet je wel. Ik heb corona. Mijn ma, die testte ook positief. Dus dat was ook echt heel erg gek. Pa, die was gewoon negatief. Ook heel erg random, maar goed. Toen een paar dagen later hebben we een test gedaan bij de GGD en toen kwam er uiteraard positief uit. Nou, ik heb die hele week, of tot ik in quarantaine moest eigenlijk, ben ik alleen maar in mijn bed gebleven. Ik was zo moe, ik was zo kapot. Ja, ik was vooral verkouden en heel erg aan het hoesten. Verder was er eigenlijk vrij weinig aan de hand bij mij. Ik kon natuurlijk ook niet naar training, dat was ook wel een beetje leuk, maar goed, dat terzijde. Toen deed ik het eigenlijk best wel rustig aan, want ik kreeg heel veel last van benauwdheid en dat ik snel buiten adem was. Dus nou, ik heb gewoon een week lang of zo ben ik met een goede vriend van mij op pad gegaan en zijn we echt gewoon lekker chill aan doen. Gewoon rustige plekjes opzoeken. Dat soort dingen. Dat was super chill. Toen kwam de week erna. Je zal het waarschijnlijk niet raden, maar ik heb toen de ergste griep ooit gekregen. Ik kon oprecht niks meer. Ik hoestte de longen uit mijn lijf. Ik was verkouden. Ik was zo ontzettend moe. Ik had last van mijn lichaam. Echt, nou, ik ben volgens mij echt een week of zo ben ik gewoon echt de hele week in mijn bed gelegen. Ik kon amper eten naar binnen krijgen. Zo ziek was ik. Wow. Zo ziek was ik. En als ik heel lang in mijn bed lig en de hele dag in mijn bed lig en ik kan niks, dan weet je ook echt bij mij dat het gewoon echt goed zit. Want echt goed fout zit, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik ga eigenlijk altijd door. Ook al ben ik ziek, ook al heb ik bijvoorbeeld een gebroken vinger of zo, of weet ik veel wat normaal. Ik ga altijd door. Dat was ook wel een beetje ruk voor mij. Want ik had die zondag had ik een Studio 100 auditie.
Ik denk dat de meeste van jullie dat ook wel hebben meegekregen op mijn TikTok. Maar ik had een Studio 100 auditie. Voor dans ook. Maar ja, ik was natuurlijk nog best wel... Ik was natuurlijk wel wat beterder, om het zo te zeggen. Maar ik was niet helemaal 100% fit. Maar ik dacht van, ja, weet je, ik wil wel gewoon voor de ervaring wil ik er gewoon heen gaan. En überhaupt kijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld daarbij te komen. Dus ik ben gewoon naar die auditie gegaan. Ik heb een dans gedaan, maar je moest ook een eigen dans verzinnen. Die had ik eigenlijk al voordat ik corona en de griep kreeg, had ik die eigenlijk al klaar. Want zover van tevoren wist ik het. Ja, ik ben naar die auditie gegaan eigenlijk. En ik heb het gekild samen met twee vriendinnen van mij. En een paar dagen daarna volgens mij de uitslag krijgen. Toen had ik weer een wedstrijd in Ede. En dat was echt een chaoswedstrijd. Want we hadden echt alles aangepast. En heel veel mensen vergaten het. Waaronder ik ook trouwens. Dus we stonden een beetje met stress op het podium. Maar goed, mocht je dat hele avontuur willen zien. Linkje staat in de beschrijving van alle video's die ik zo meteen benader. Dus enjoy. Toen ben ik samen met Ilse naar het Songfestival in concert gegaan. In Avos was dat geloof ik. Ilse en ik zijn allebei echt Songfestival fan. En zij zelfs nog meer dan dat ik ben. Maar ze vroeg mij mee. En ik was van, ja weet je, waarom niet? Er was sowieso al echt een super leuk jaar überhaupt van nummers wat ik had meegekregen. Dus ik dacht van, yo, ik ga gewoon mee. Ja, dat was echt gewoon een topavond. Ik heb echt de longen, hoe noem je dat? Ik ben mijn hele stem kwijtgeraakt. En nou, het was echt leuk. Het was echt heel leuk. Nou, toen het Belgisch kampioenschap. Hetzelfde verhaal als altijd. Ga ik niet weer de hele tijd over vertellen, want ik kan daar echt uren over praten. Maar toen werd ik opeens uitgenodigd door Kika. Kim, hij vroeg dus, laat maar zeggen, begin van het jaar vroeg hij aan mij van, yo Kim, wat wil jij echt gaan doen? Welke kant wil je opgaan? Ik dacht van, ja, weet je, voor de camera staan, presenteren vind ik altijd wel superleuk. Content maken, weet je wel, dat soort dingen. Ik kwam later met dus de vraag van, hey, zou jij iets voor Kika willen doen? Want ze willen dus een videoreeks maken, bla, 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 bla. En toen dacht ik van, ja, weet je, we kunnen altijd op gesprek gaan en kijken wat er uitkomt. Dus toen ben ik op gesprek gegaan. Het klikte eigenlijk gewoon gelijk. En ik was daar zo blij mee. En ik vond het zo leuk om te horen wat hun allemaal deden en waar we natuurlijk allemaal voor staan. Want ja, weet je, iedereen kent de naam Kika wel. Maar als je daar eenmaal binnenkomt en je krijgt eenmaal echt alle verhalen te horen, dan denk je er gelijk gewoon anders over na. Maar goed, weet je, dat liep dus uiteraard nog. En ik zou nog antwoord krijgen van wanneer het dan de opnames zouden zijn. Eigenlijk verder ging ik eigenlijk alleen maar door met dans. Want ja, het NK kwam eraan. Toen zijn Marloes en ik tweede van Nederland geworden met onze duo. En Kwad is daarmee eerste geworden. En toen hebben we echt zoveel prijzen binnengesleept dat weekend. Dat is echt insane. Video staat in de beschrijving, mocht je hem willen zien. Ik denk dat ik dat wel echt een van de leukste dagen vond met de wedstrijden. Nou, de dag daarna ging ik naar Barcelona. En dat was oprecht de eerste keer dat ik alleen met een vriendin en haar kind erop uitging. Want ik ben eigenlijk altijd gewoon met mijn ouders gegaan. Ik ben nooit alleen gegaan. Wil ik nog wel heel graag een keer. Ja, die week die vloog voorbij gewoon. Die vloog echt voorbij. Het was hartstikke leuk. We hebben heel veel dingen gedaan. Video staat in de beschrijving, mocht je weten wat we allemaal hebben gedaan. Een hartstikke leuke week. En ik zou het echt zo weer overnieuw doen. Ook samen met diegene, samen met Alicia. En toen was het Europees kampioenschap van dans. Ik benader volgens mij echt alleen maar dans op dit moment. Maar ik heb ook heel veel gedaan met dans. Dus oeps. Maar het was het Europees kampioenschap. We hadden een paar dingen volgens mij wel veranderd in de dans. Gewoon, weet je, waarom niet? Maar dat was ook echt een weekend wat ik nooit meer ga vergeten. Het was hartstikke gezellig. Gewoon überhaupt dagenlang daar zijn is gewoon hartstikke leuk. Althans, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het überhaupt gewoon leuk om überhaupt zo lang in een evenement te dansen, om het zo te zeggen. En dat je dan door mag naar de finale, want dat was ook nog het geval. We waren gelijk door naar de finale. Niemand had dat verwacht, want het ging stuk voor stuk bij iedereen slecht. En toen we onze naam of ons teamnaam zagen op dat bord, toen was het echt gewoon janken, huilen, gillen. En nou, uiteindelijk zijn we zesde van Europa geworden. Dat was ook echt iets wat we eigenlijk niet hadden verwacht. Niet om egoïstisch over te komen. Maar iedereen die zei tegen ons van, yo, jullie hebben sowieso een top 3. Zelfs mensen van Advanced. En dat is echt het hoogste van het hoogste wat je kan doen. Zelfs hun zeiden van, yo, jullie hebben echt dubbel en dikke top 3 verdiend. Ja, weet je. Maar uiteindelijk, we hebben echt superleuke dingen meegemaakt met elkaar. Het team is ook echt zoveel hechter geworden. Nou, toen kwamen de allereerste opnames van Kika. En dat begon in juni, juli geloof ik ongeveer. En toen, daar zijn we echt 3,5 maand mee bezig geweest. Ook best wel lang. Maar ja, de Kika-opnames waren echt een van de leukste dingen, denk ik, dat ik dit jaar heb gedaan. Ik had een heel leuk team om me heen. Een heel hecht team. Ook echt een team die er zo erg voor je was. Ook al had je het moeilijk. Want ik heb wel een paar dagen gehad waarvan ik dacht van ja, ik zit nu liever in mijn bed met eten en een filmpje en ik kom er niet meer uit. Daar kom ik ook later op terug. Maar hun sleepte me er echt gewoon doorheen. En dat vond ik zo
zo fijn. Weet je, als het even niet ging, dan ging het niet, weet je. Het is natuurlijk wel, je staat wel voor een camera, dus het moet wel leuk overkomen en het moet goed overkomen. En als het dan even niet gaat, ja, dan ga je niet met een jankhoofd ga je voor een camera staan. Toen kwam de eindshow van de dansschool waar ik les geef. En dat was echt, oh, ik weet nog wel dat dat echt de warmste dag was op dat moment. Het was echt rond de 35 graden buiten. En wij zaten in een theater met amper airco. Dus als we het podium op moesten, nou, ik zweette me gewoon al kapot voordat ik überhaupt had gedanst. Maar ja, dat was echt. En vooral gewoon de klik die je hebt met iedereen en de ouders die dan langskomen. En ja, iedereen die heeft gewoon een superleuke dag. Daar gaat het natuurlijk ook gewoon om. Toen had ik ook meegespeeld in een videoclip van Tempo Team. Die heb ik helaas niet hier ergens bij de hand. Of die kan ik helaas ook niet laten zien. Maar ik heb wel een paar video's van achter de schermen. Ik werd ook last moment meegevraagd om dat überhaupt te doen. Ik heb ook heel veel mensen daar leren kennen. Heb ik ook nog steeds contact mee. Hartstikke leuk. Ik heb ook nog een workshop op een basisschool gegeven. En dat was zo ontiegelijk leuk. Heel veel kids die kwamen echt met de meest creatiefste ideeën. En uiteindelijk hebben we ook nog allemaal einddans gedaan. Dat er dus ook een dansbattle gaande was of zo. Tussen de jongens en de meisjes. En bla bla bla. En toen kwam eigenlijk de maanden juli, augustus eigenlijk in beeld. En dat waren voor mij echt heftige maanden. Waarbij ik echt elke dag wel iets had. Waaronder ook weer Kika natuurlijk. Echt draaidagen van zo lang. Maar zo ontzettend leuk. Ik ben ook nog naar Walibi geweest met een groepje vrienden. En ik ben ook nog naar Kinderrooi geweest. En voor de mensen die de Kinderrooi niet kennen, waarschijnlijk van dit nummer ken je het wel. Maar goed, ik had toen heel veel opnames voor Kika. De dagen eigenlijk voordat ik WK-trainingen kreeg. En dat waren echt de drie zwaarste weken van die maand. Want ik had oprecht dagen van 9 tot 6 en van 12 tot 9. En ik moest dus elke dag in Zwolle zijn. En we hadden dus, nou ja, 3 dagen training, 1 dag rust, 2 dagen training, 1 dag rust, 3 dagen training, 1 dag rust. En we waren echt gewoon dagen van 9 uur. Plus, ik had dan ook nog het nadeel dat ik heen een uur moet rijden en terug ook nog een uur moet rijden. Dus er kwamen bij mij nog 2 uur gewoon bij bovenop. Dus ik was gewoon op een dag was ik gewoon 11 uur was ik gewoon kwijt. Ik zeg heel vaak gewoon, bedenk ik me nu. Sorry, het was wel echt heel heftig, maar het was het wel allemaal waard. En het was, ja, natuurlijk voor het wereldkampioenschap. Dus dan moet je ook gewoon echt ready zijn voordat je daarheen gaat. Nou, toen hadden we natuurlijk de laatste trainingsdag. En toen hebben we eigenlijk alleen maar briefjes voor elkaar geschreven wat de pluspunten zijn, zodat we gewoon echt met een goed gevoel naar dat WK zouden gaan. En ja, weet je, je gaat natuurlijk wel een groep van, wat was het, 20 man geloof ik? 20 meiden vooral ook. Je gaat gewoon met 20 meiden ga je op pad. Nou, als dat niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer. Toen zijn we natuurlijk naar het WK gegaan. En hier is dus ook weer een video van, mocht je die ook willen zien. Het zijn 2 delen trouwens, linkje staat in de beschrijving. En dit was echt gewoon een week met alleen maar nieuwe dingen. En ik was al eerder geweest, in 2019. En dus ik wist al wel hoe alles er een beetje uitzag. Maar voordat ik naar het WK ging, sorry voor het vuurwerk trouwens, echt heel handig dat ik nu ook opneem. Maar voordat ik naar het WK ging, ben ik nog naar Coldplay gegaan. Coldplay, het concert in Brussel. Dat was zo gaaf. Dat was, oh, echt magisch. Echt magisch. Nou, toen kwam natuurlijk het WK. Nou, ik denk dat jullie grotendeels wel weten hoe dat allemaal is gegaan. Het was hartstikke leuk. We hebben heel veel dingen meegemaakt, zowel mentaal, fysiek. Het was echt een rollercoaster van hier tot Tokio. Nou, en we zijn uiteindelijk 6e ook van de wereld geworden. 6e op het EK en 6e op het WK. En dat op het ene hoogste niveau. We baalden wel allemaal weer, want ja, je had wel wat hoger verwacht. We gingen niet gelijk door naar de finale. En bij iedereen kikte dat er al in van, oh, we gaan de finale niet halen. We hebben het niet goed gedaan. Dit, dat, weet je wel. We hadden met z'n allen een mental breakdown van hier tot Tokio. Waaronder ik ook, echt iedereen. En dat was ook denk ik wel even goed. Want heel veel spanningen liepen natuurlijk op. Omdat je natuurlijk ook al 2 weken daarvoor al met elkaar had getraind. En je zag elke dag elkaar. En dan moest gewoon een keer allemaal eruit. We stonden wel in de finale op het wereldkampioenschap. Dus daar mogen we echt allemaal stuk voor stuk super trots op zijn. Nou, eenmaal terug. En dit heb ik eigenlijk nooit echt openbaar verteld. Maar eenmaal terug met het WK, ik was gewoon echt kapot. Ik heb zoveel dingen meegemaakt, die periode eigenlijk. En die tijd en die weken. Ik ben gewoon, elke dag ben ik ook gewoon weg geweest. Maar ik kwam terug maandagavond. En dinsdag kreeg ik een appje van Wessel, mijn ex op dit moment. Voor de mensen die dat niet wisten.
met dat hij wilde praten eigenlijk. Het liep al niet heel erg lekker tussen ons, ga ik ook gewoon heel eerlijk over zijn. Ik ga niet alles op tafel gooien. Hij kwam eigenlijk met het besluit van dat hij een punt achter wilde zetten. Voor mij kwam dat echt als een donderslag binnen, want ik had natuurlijk al echt een super... ja, een rollercoaster achter de rug eigenlijk met het WK en het trainen en daarvoor ook al. Dan kom je thuis en dan denk je eindelijk van, oh weet je, kan ik weer met iemand zijn waarvan ik hou? En kan ik weer gewoon leuke dingen doen? En eindstand komt dit op je pad. En ik ben volledig gebroken. Echt waar. Het doet me nog steeds ook best wel veel als ik heel eerlijk ben. Want ja, ik ben natuurlijk wel 3,5 jaar met elkaar geweest. Maar ik heb het nooit echt openbaar gegooid ook, omdat ik dat gewoon niet wilde. Omdat ik het ook gewoon niet kon. En dat is nu inmiddels 3 maanden terug. 3,5 maand terug denk ik dat het gewoon over is. En ja, om even weer terug te komen op de opnamedagen. Dat je soms betere dagen hebt en soms mindere dagen. Dat was letterlijk ook de week waarbij ik alleen maar opnames had voor Kika. En de meeste mensen die mij ook echt persoonlijk kennen. Die weten van Kim zet een masker op en die gaat gewoon door. Maar ik had op dat moment zoveel dingen meegemaakt. Dat het gewoon even allemaal eruit kwam op een bepaald moment. Als iemand zei van hoe gaat het? Ik was klaar. Het was een hele goede afleiding. En eigenlijk is dat ook weer een nadeel. Want ik heb het nooit echt goed kunnen afronden om het zo te zeggen. Ik heb er nooit echt even goed bij nagedacht. En goed bij stilgestaan van oké, wat is er nou eigenlijk allemaal de afgelopen tijd gebeurd? En ik heb er soms ook nog steeds wel moeite mee. Daar ga ik ook gewoon heel eerlijk over zijn. Maar we hebben ook geen contact meer. Dat vind ik ook wel echt een van de wat mindere dingen. Maar goed, het is denk ik wel beter voor beide. Dat eigenlijk, meer wil ik er eigenlijk ook niet echt over kwijt. Want ja, ik deel dat soort dingen eigenlijk vrijwel nooit. Maar bij deze, de uitleg. Maar gelukkig had ik heel veel lieve, leuke vrienden om me heen. Die mij meenamen naar bijvoorbeeld een dagje Efteling. Of die mij meenamen naar een tentje om even wat te gaan drinken. Even bij te kletsen met elkaar. Ja, ik had natuurlijk heel veel Kika-opnames. Dus dat heeft mij ook best wel doorheen gesleept. Uiteindelijk ben ik gevraagd om op Sint-Jorisplein hier in Amersfoort mee te helpen met een soort van meeting. Was ook voor Ziggy trouwens. Ziggy die was daar zelf ook. Hij vroeg mij eigenlijk aan het einde van, hey Kim, wat doe jij volgende week zaterdag of volgende week zondag? Ik weet niet meer precies wanneer het was. Toen zei ik van, ja, tot nu toe niks. Hoezo, weet je wel? Toen zei hij van, ja, ik sta op de mainstage van Pride Zwolle. En toen dacht ik echt van, sorry, maar vraag je aan mij nu om mee te gaan, weet je wel? Ik keek hem echt aan en was van, oh my god. Mainstage van Pride Zwolle, dat is echt insane. En we moesten nog best wel veel dansen doen. Ik heb dat samen met Rebecca gedaan. Ik denk dat de meeste van jullie Rebecca wel zullen kennen via mijn dansvideo's. Zo niet. Ik heb het met Rebecca gedaan. Ja, dit was, laat maar zeggen, hoe het eraan toe ging tijdens de repetities, om het zo te zeggen. Links, rechts, links, rechts. Rechts, tik, tik, links, tik, tik. Dans met mij en ik lach. S'avonds zoek ik in de nacht. Ik nu wat je verwacht van mij. Uiteindelijk was het natuurlijk die dag dat we gewoon op de mainstage stonden. En dat was zo ontzettend gaaf. Het publiek ging helemaal los. This is what happened last weekend. Pride Zwolle 2022. Love is love. Let me hear you.
Nou, uiteindelijk kwamen we dan in de maand september uit. En september was echt een maand. Ik ben natuurlijk jarig in september. We gingen eindelijk weer op vakantie na corona en alles erop en eraan. Mijn ouders gingen als eerste. We gingen naar Tenerife namelijk. En mijn ouders die gingen al een paar dagen eerder, omdat ik natuurlijk nog opnames had. En dan kon ik niet zomaar afzeggen, want het moest gewoon klaar zijn in september. Zodat de editor gewoon kon editen. Zodat het gewoon in eind september, begin oktober online kon. Nou, ik heb mijn ouders naar Schiphol gebracht. Ik had ook nog een bruiloft staan. En ik had nog een concert staan. En de dag daarna vloog ik naar Tenerife. Ja, dat was echt... Wat was het nou? Een 6-persoonskamerappartement voor mezelf. Of een 4-persoonskamerappartement. Nou, in ieder geval groot voor een persoon. 1 persoon. Ik zal ook zo meteen even een roomtour laten zien. Wat ik ook in mijn video's heb staan. Linkje staat in de beschrijving trouwens. Mocht je de video's van Tenerife willen zien. Ik ben zo erg tot rust gekomen. En ik vond het zo chill om gewoon lekker mijn eigen appartementje te hebben. En gewoon chill. Een beetje de stad verkennen. Een beetje naar het strand gaan. Zwemmen. En content maken natuurlijk ook. We zijn nog naar het waterpark gegaan. We zijn naar het dierenpark gegaan. Ook daar op Tenerife. We hebben sterren gekeken. We hebben een sterrentour gehad. Oh ja, wat hebben we eigenlijk niet gedaan? We hebben echt zoveel dingen gedaan daar. Maar wel gewoon op een relaxte manier. Ja, die vakantie heeft mij ook wel echt doen beseffen hoe mooi soms dingen kunnen zijn. Ja. Nou, echt gewoon alles wat ik heb meegemaakt, dan had ik echt gewoon ook even die vakantie nodig. En ik vond het zo chill om gewoon lekker even weg te gaan. Even weg van Nederland. Even weg van alle negativiteit. En gewoon lekker voor mezelf bezig te zijn. Ook samen met mijn ouders. Ja, ik kijk daar wel gewoon goed op terug. En ja, ik schiet even vol. Zo, jemig. Hallo. Ook dat is het leven, jongens. Niet alles is altijd even leuk. Oké, maar we gaan door. Ja, gewoon een superleuke vakantie gehad eigenlijk. En ja, toen ik terugkwam, de dag daarna had ik gelijk clipopnames voor de nieuwste single van Ziggy, Can You Rush. Dat was ook echt amazing. Echt amazing. Een teamgenootje van mij die kwam ook mee. Lisa van Suikerspin ook, die was er ook gezellig bij. En nog een paar andere mensen die ik al eerder ken. Het was echt een top dag. We hebben heel veel locaties hebben gefilmd. En ik heb er ook een paar backstage beelden van. Dus die zal ik hier ook even hierna of nu even in beeld laten komen. Uiteindelijk begon natuurlijk het nieuwe trainingsseizoen ook weer, het nieuwe dansseizoen. En toen zijn wij als allereerste uitje, en dat was echt hartstikke leuk, zijn wij naar Royal Family gegaan met mijn hele team. Er waren natuurlijk ook nog een paar nieuwe meiden bij, die leerden we op die manier ook gewoon kennen. En dat was gewoon echt, echt tof. Het was echt een dag om nooit meer te vergeten. Mocht je die video ook willen zien, linkje staat in de beschrijving van Royal Family. Dat ga ik echt, oh, ik heb dat al zo vaak gezegd. Maar nee, dat was echt een hartstikke leuke dag. Lekker gegeten ook uiteindelijk, we zijn ook met z'n allen uit eten geweest. Ja, het heeft onze band qua team wel echt sterker gemaakt. Nou, het was oktober en dat betekent
betekent natuurlijk Halloween. En zoals de meeste mensen waarschijnlijk van jullie ook wel weten, heet Walibi Halloween Fright Nights. Ik ben oprecht, en daar ga ik heel eerlijk met jullie zijn. Sorry voor het vuurwerk trouwens op de achtergrond, maar daar ga ik heel eerlijk met jullie zijn. Ik ben nog nooit naar Walibi Fright Nights geweest. En ik werd eigenlijk als soort van een beetje meegetrokken met mijn vrienden om daar een keer heen te gaan. Is nooit echt gebeurd. Tot eigenlijk afgelopen oktober. Toen is het wel gebeurd. En ik heb ook voor het zusje van een goede vriend van mij heb ik ook Walibi Fright Nights als cadeau gegeven. Omdat ze daar zo graag een keer heen wilden. Dus toen zijn we ook heen gegaan. Zwaren op het kanaal. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Linkje staat ook weer in de beschrijving mocht je die video willen zien. Ik ben natuurlijk ook gewoon dagjes uiterop uit geweest. Zoals bijvoorbeeld de 25.000 stappen heb ik gezet samen met Damien. Is ook een video over gemaakt. Ik heb natuurlijk ook gewoon superleuke dagen gehad met mijn vriendengroep. Die heb ik ook heel lang niet meer gezien. Omdat ja, we wonen allemaal best wel ver uit elkaar. Dus dat is soms best wel moeilijk om ja, bij elkaar te komen. Maar die avond was gewoon hartstikke leuk. Het was ook de verjaardag van Alicia. We zijn uit eten geweest. Hebben een filmpje gekeken. En ja, het was gewoon even leuk om elkaar überhaupt weer te zien. En toen kwam de week eigenlijk dat ik deed alsof ik in Dubai zat. Mocht je die nog niet hebben gezien, linkje staat weer in de beschrijving. Ik deed namelijk oprecht een week alsof ik in Dubai was. Of als ik überhaupt in het buitenland zat. Maar wat mensen niet wisten op dat moment is dat ik gewoon rustig in AFAS Live de WK-finale Senegal versus Nederland heb gekeken samen met Rick en een paar goede vrienden van hem. De dag daarna had ik afspraken in Zwolle en de dag daarna had ik ook weer iets. Dus het was voor mij ook echt een en al chaos omdat niemand wist dat ik überhaupt nog in Nederland was. Zelfs vrienden van mij wisten het niet. Niemand wist het behalve mijn ouders. En Rick dan, want daar ging ik natuurlijk mee naar AFAS Live. En verder wist volgens mij helemaal niemand het. Dus ik hield het ook echt wel goed stil, om het zo te zeggen. En zelfs mijn moeder die appte mij een keer in de ochtend van Kim. Als ik niet had geweten dat jij niet in Dubai zat, dan had ik het gewoon volledig geloofd. Nou, en toen ben ik gewoon ook nog een dagje naar Toverland gegaan. Omdat Toverland ook Bright Nights of winterfeelings had, ben ik samen met mijn ma heen gegaan. En dat was ook echt. Die dag was zo ontzettend koud dat gewoon mijn handen eraf vroren. Mijn enkels vroren er gewoon af. Maar het was zo mooi aangekleed allemaal. Ook met die lampjes toen het donker werd. Dat was echt gewoon top. En toen had ik weer een wedstrijd van het nieuwe dansseizoen trouwens. En ik deed voor het eerst mee met solo. En dat betekent eigenlijk dat je moet freestylen op een willekeurig nummer. Heel simpel uitgelegd. Je kan ook een choreo maken die op elk nummer kan. Maar ik dacht van ja, weet je, ik ga gewoon kijken wat ik ervan kan maken. Hiervan is ook een video over. En ja, mocht je die willen checken. Linkje staat in de beschrijving. Ja, uiteindelijk die week daarna ben ik nog naar Amsterdam Winterparadijs gegaan. Of hoe heet het? Winter is in de Amsterdam Rij. Is volgens mij ook nog steeds gaande tot 8 januari als ik het goed heb. Durf ik niet met zekerheid te zeggen, want ik heb zoveel datums voorbij zien komen. Maar daar ben ik ook nog heen gegaan samen met een vriend van mij. En dat was ook gewoon echt hartstikke leuk. En daarnaast ben ik ook nog naar het Glazen Huis geweest. Het Glazen Huis was namelijk ook dit jaar in Amersfoort. Lekker dichtbij, want ik woon in Amersfoort. Daar ben ik samen met Rick heen gegaan. Gewoon eigenlijk een middagje, gewoon een paar uurtjes. En het was ook gelijk de zaterdag waarbij ze ook gelijk uit het Glazen Huis gingen. En dat er bekend werd gemaakt hoeveel ze hadden opgehaald. Ja, en die avond ben ik eigenlijk een soort van kerst gaan vieren. En de verjaardag van mijn moeder gehoemerd. Super lekker, gezellig. En afgelopen week, want daar zitten we nu. Ik heb echt een hele drukke week gehad als ik heel eerlijk ben. Ik heb heel veel video's opgenomen. Ik heb heel veel planningen doorgenomen voor in januari. Want zoals ik al eerder zei, ik ga 2 keer per week posten vanaf nu. Dat probeer ik. Afgelopen woensdag en donderdag. Ja, gisteren en eergisteren heb ik, laat maar zeggen, animatiewerk gedaan. Ik ben samen daar met 2 vriendinnen waarmee ik ook samen les geef. Hebben we eigenlijk de hele dag bij een event gestaan. Er was hier een achterveld. Wij waren eigenlijk bij de kinderhoek. Dus ouders konden hun kind, laat maar zeggen, bij ons dumpen. En konden ze sminken, tekenen. Konden ze een leuk filmpje kijken. Speurtocht doen. Eigenlijk alles van eigenlijk wel. En dat hebben we dus 2 dagen gedaan. Ja, nu zit ik hier. Mijn hele jaar in details te vertellen aan jullie. Veel te lang verhaal. Wat ik met Oud en Nieuw ga doen. Ik heb eigenlijk geen plannen, oprecht niet. Ik heb ook amper kerst gevierd, we hebben ook geen kerstboom staan. Dus mijn Oud en Nieuw en kerst valt een beetje anders dit jaar. Maar wat ik wel hoop voor komend jaar, en dat vroeg mijn moeder ook vanavond, van Kim, je doet eigenlijk niet aan voornemens, maar wat zou je echt willen? En ik hoop gewoon dat ik heel veel leuke en mooie dingen mag meemaken. Met dans, met video's maken, met vrienden, met familie, eigenlijk alles erop en eraan. Ik heb ook nog een superleuke reis tegemoet staan, want ik ga samen met Alicia, ga ik in juli naar
naar Bali. En dat is eigenlijk al in oktober geboekt. Dus we moeten nog even wachten. Maar daar verlang ik wel heel erg naar. Dat wordt heel leuk. Ik ga het ook gewoon allemaal lekker filmen voor jullie. Dat komt waarschijnlijk pas ergens in juli/augustus online. Dus dat duurt nog even. Maar tot die tijd ga ik gewoon lekker video's maken. En gewoon lekker met mezelf bezig zijn. Kijken wat het leven mij brengt. Ik zou zeggen, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. Het is waarschijnlijk echt volgens mij naar mijn mening een hele lange video geworden. Dit was mijn 2022. En ik hoop voor jullie allemaal dat jullie een supergoed, hele goede oud en nieuw hebben gehad. En dat jullie je wensen mogen vervullen in 2023. En gewoon lekker gezond blijven. En ik hoop dat ik jullie weer zie bij de volgende video's van mij. En dan zie ik jou woensdag. Wow, dat is heel wat anders. Dan zie ik jou aankomende woensdag weer met een nieuwe video. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!